Ontuchtverdachte Peter V. uit Almere staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Tijdens een pro-forma-zitting wordt bepaald of de voormalig directeur van de stichting Kan Wens langer in de cel blijft. Ook wordt waarschijnlijk duidelijker waar de 54-jarige man precies van wordt verdacht. Verslaggever Arend Dubbelboer, die volgt de zaak. Arend, hoe zit het ook alweer? Voormalig directeur Peter V. van Kan Wens Nederland uit Almere wordt verdacht van ontucht met minderjarige jongens. De 54-jarige man was tot oktober vorig jaar werkzaam voor de stichting die zich richt op het vervullen van wensen van zieke kinderen. Nou, de ontucht zou hebben plaatsgevonden tijdens het werk van Dalmere voor die stichting. Het Openbaar Ministerie bevestigde begin dit jaar dat er twee aangiftes tegen een medewerker van Kanjewens Wens Nederland zijn gedaan. Het gaat daarbij om ontucht met twee minderjarige jongens en dat zou hebben plaatsgevonden in januari 2020. Maar daar is het niet bij gebleven, toch? Klopt, naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Flevoland over PTV kreeg het Openbaar Ministerie meerdere nieuwe aangiftes en meldingen binnen. Het gaat dan om zedenzaken waarbij de 54-jarige man betrokken zou zijn. De nieuwe aangiftes maken onderdeel uit van een lopend onderzoek. En heeft dat ook te maken met zijn werk bij Stichting Kanjerwens? Dat weet ik op dit moment niet. Mogelijk dat dat vandaag dus bekend wordt bij de rechtszaak. Wat we wel weten is dat de van ontucht verdachte Peter V. uit Almere... in het verleden bij twee Almeerse voetbalclubs is weggestuurd. Dat zou zijn geweest vanwege ongepast gedrag richting jeugdspelers. Het gaat erom AS80 in Almere-Stad en RC Almere in Almere-Haven. Dat hebben meerdere bronnen aan Omroep Flevoland gemeld... Almeerder was als jeugdtrainer jarenlang actief in de Almeerse voetbalwereld. Ook zijn er bij de politie drie aangiftes gedaan van seksueel misbruik door V. In de periode dat hij dus actief was bij meerdere voetbalclubs. Dankjewel. Verslaggever Arend Dubbelboer later vandaag. Dus meer nieuws over de zaak tegen Peter V.